Ik ben Jonathan Seleman, marketeer bij FNV Bouw. We zien dat werkgevers steeds minder investeren in vast personeel en dat gaat ten koste van de veiligheid en kwaliteit op de werkplek. Toen we het idee kregen voor dit filmpje, toen wilden we eigenlijk meteen al ervoor zorgen dat we een stadsbus gingen trashen. Maar waar haal je zo'n bus vandaan? Vanzelfsprekend kom je dan uit bij een klein bedrijfje in the middle of nowhere in België, die de bus dan vervolgens helemaal naar Amsterdam brengt. Maar toen de bus helemaal in Amsterdam was, kwamen we erachter dat die dan nog vloeistofvrij gemaakt moest worden om aan de wet en regelgeving te voldoen. Om de veiligheid op de slooplocatie te waarborgen hebben we een aantal dingen gedaan. Het blijft een bouwplaats, dus we hebben een veiligheidsofficier aangesteld. We hebben de trein afgezet, we hebben afgestemd met de uitvoerder en we hadden natuurlijk beschermende helmen en schoenen aan. We zien dat de bezuinigingen van de politiek vooral de werknemer treffen en we willen voorkomen dat de sociale voorzieningen gesloopt worden. Ja, het filmpje, we hebben nu 300.000 views binnen twee weken behaald. Dat is natuurlijk gigantisch veel. Ik hoop dat we daarmee veel leden bereikt hebben en dat nog zullen doen in de toekomst.